Thank you.
mag ik het protocol niet vragen om alle hoogwaardigheidsbekleders, voorzitter van de Culturele Unie Suriname, terug te begeleiden naar hun zitplek. Dames en heren, vanaf nu bent u allen in de gelegenheid om hier te zitten in onze Suriname Dia. U wordt verzocht om de aanwijzingen van het Dia Management Team te volgen, zodat alles ordelijk verloopt. Voor de mensen die aan de achterkant staan, er is ruimte aan de voorkant voor het podium, dus u kunt naar voren lopen en plaatsnemen. Dames en heren, we zullen het programma vervolgen met een dansoptreden, de Lakshmi Stuti, A Dynamic and Spiritual Journey of the Mystical Lakshmi Ma. Vandaag wordt de vrouw gezien in de subtiele vorm van Prakriti. Wij aanbidden Lakshmi Ma niet alleen als godin van welvaart, welzijn, licht en schoonheid, maar ook in de kracht waarin zij zich manifesteert. Het volgende nummer is een dynamische choreografie waarin zowel de subtiele vorm als de krachtige manifestatie van Lakshmi Mata wordt uitgebeeld. De Lakshmi Stuti wordt aan u gepresenteerd door de leerlingen van dansschool Satrangi onder leiding van Sadhana Mohan. Mogen wij verwelkomen op het podium Ravita Panchu en Simran Ramsaran. Sada, Samara, Samara.
Thank you.
opvoering van de Javaanse dansgroep. Dames en heren, het is mij een groot genoegen om vanavond de voorzitter van de Culturele Unie Suriname aan te kondigen. Vandaag zijn wij allen hier in grote getallen om te genieten van een activiteit met een nationaal karakter. Dit alles organiseren betekent een voorzitter hebben die alles in goede banen leidt. Dankzij het harde werk en de toewijding van alle teamleden hebben wij dit succes kunnen bereiken. Mogen wij de voorzitter van de KUS, de heer Aniel Manorut, verwelkomen op het podium met een applaus. Ja, sommige woorden maken mij een beetje emotioneel. Maar goed, om wakratunde mahakaya surya koti samaprabha nirvigyam kuru me deva sukaryo sarvadha. Namaskar, goedenavond dames en heren. Als voorzitter van de Culturele Unie Suriname ben ik uw gastheer en ik heet u allen namens de KUS van harte welkom bij de 18e Nationale Diwali Manifestatie in de Republiek Suriname. En ik sta hier als voorzitter voor de 10e keer. In het bijzonder heet ik welkom vertegenwoordiger van de president van de Republiek Suriname, minister Krishna Mathura, leden van de Nationale Assemblée, leden van de Raad van Ministers, ambassadeurs en afgevaardigden, overige hoogwaardigheidsbekleders, genodigden, sponsoren, leden van de pers en alle aanwezigen, u bent van harte welkom. Zoals elk jaar begin ik vandaag ook met het betuigen van dankbaarheid. De KUS is Ma Lakshmi dankbaar voor haar zegeningen, waardoor we dit jaar weer de Nationale Diwali Manifestatie kunnen organiseren om de diepere boodschap van Diwali te verspreiden. Ook zijn we dankbaar voor al degenen die dit mogelijk hebben gemaakt met hun bijdrage, in welke vorm dan ook. We zijn het publiek, u allen, zeg het nogmaals. We zijn het publiek, u allen, dankbaar dat u er bent en zich openstelt om de positieve energie tot u te nemen. Uw aanwezigheid en uw participatie is voor ons de motivatie om dit grootste evenement te plannen en uit te voeren. Aap sabko, koti koti, dhanyabad. Ma Lakshmi is de godin van licht, rijkdom, geluk, schoonheid, moed, vruchtbaarheid en liefde. Het thema dat we dit jaar hebben bepaald voor de manifestatie is daarom voorspoed en geluk. We gaan de komende dagen blijven bidden voor de wereld en voor elke individu dat er voorspoed en geluk is. In het bijzonder voor Suriname en de Surinaamse samenleving. Ook bidden wij voor onze regeerders om ze met wijsheid, inzicht en moed te zegenen, zodat ze ons land tot grote hoogten kunnen brengen. We hebben de zegeningen van Ma Lakshmi nodig om van ons land een voorspoedland te maken waar we gelukkig kunnen leven met ons allen. Gezamenlijk gebed heeft meer kracht. Vandaar dat de KUS de totale Surinaamse samenleving uitnodigt om de komende dagen samen te komen en te bidden op het onafhankelijkheidsplein. De nationale dia, Suriname dia, is aangestoken en blijft branden tot en met 31 oktober aanstaande. Ook zullen er elke dag andere religieuze en culturele activiteiten zijn waaraan u kunt participeren. Het behoeft inmiddels geen betoog dat Diwali een universele dag is. De boodschap, namelijk de overwinning van het goede op het kwade, is niet religiegebonden.
Het is toepasselijk in elke situatie en voor elke individu. Dit benadrukken we elk jaar. Ik richt mij tot de totale samenleving, niets en niemand uitgesloten. Gaat u zich komende dagen bezinnen over uw leven en uw omgeving. Laten we bidden dat alle negatieve ons verlaat en dat we gezegend mogen zijn, ook als land. Zegeningen, ashirwaad hebben we nodig om te groeien, om te bloeien. De kust gebruik van deze gelegenheid om u aan te moedigen het pad van spiritualiteit, eerlijkheid, goedheid, liefde, eenheid en vrede te kiezen. Hier op het onafhankelijkheidsplein gaat u de komende dagen veel uitbeeldingen uit de hindoeïstische geschriften zien. Dat hebt u ook net ook bij de opvoering van de Ramlila gezien. Van belang is dat u de boodschap daarvan begrijpt en tot u neemt. Namelijk dat het goedheid en eerlijkheid altijd elke strijd overwinnen. Zo hebben we bij de Ramlila gezien dat Sri Ram, Sita Mata en Lakshman na lange strijd tegen Ravan en zijn onrecht huiswaarts zijn gekeerd na ballingschap van 14 jaren. Zij hebben de donkere dagen meegemaakt en veel doorstaan. Maar hebben deze dagen ook de zegeningen van de Devis en Delta overwonnen? Zo is ons leven ook. We hebben uitdagingen, maar door gebed en vertrouwen in ons God kunnen we zelfs de donkerste dagen doorstaan. Dames en heren, Bhaiyo aur Behno, het is voor de kus jaarlijks een grote uitdaging om deze Diwali-manifestatie te organiseren. Maar met de zegeningen van Ma Lakshmi lukt het ons elk jaar. Ik vraag u om de kus zo te blijven ondersteunen in de nobele werk en de doelen die wij nastreven. Zodat elk jaar iets moois neer te zetten. Geniet u straks verder van het podiumprogramma. Ik verwacht u allen de komende dagen om te komen naar het onafhankelijkheidsplein om deel te nemen aan andere activiteiten. De MC's en de social media's hebben heel veel informatie daarover. Diwali staat in het teken van welzijn en welvaart. We zijn een gezegend land, want we krijgen straks wat extra inkomen en dat is allemaal door de zegen van de Almachtige uit het olieindustrie. Daarom vraag ik de regering die het goede werk doet, hun te blijven ondersteunen. Ik trek mijn stoute schoenen vandaag aan. Ik ga de regering vragen om vanaf de eerste ontgenning meteen elke Surinamer op het Surinaams gebied geboren wordt een bankrekening te openen en een bedrag te storten die ze na 18 jaar kunnen gebruiken. Na 18 jaar moeten ze dat gebruiken, maar het moet bestemd zijn alleen voor studie. We hebben dan een nieuwe generatie na 18 jaren waarin we allemaal kunnen investeren. We investeren onze toekomst. Het licht in ons verlichting brengt u weer in verlichting. En de toekomst van Suriname te verlichten. Mogen de duisternis in alle huizen verdwijnen. We hebben de maan. Maan, hè? Die we ook wel Chaan roepen. Maar hier hebben we onze Chaan. Hij is er vandaag niet aanwezig. Maar zijn boodschap komt zeker bij onze Chaan. Die voor ons allen ook de verlichting gaat geven. Laten we niet twijfelen. Let's support. Laten we werken voor onze natie. Let's make every step unforgettable. Vandaag. Straks kunt u ook genieten van een Diwali-concept met artiesten uit India. En dit is allemaal mede mogelijk gemaakt door onze sponsoren. Die via de kus weer iets terug doet aan de gemeenschap. Ik sluit af met de jaarlijkse boodschap van de kus. Be the light in our own life and for others. En met de volgende mantra. Om Astoma Satgamaya Tasmama Jyotirgamaya Mritruma Amritam Gaya Om Shanti
Shanti, shanti. Dit betekent, leid mij van het kwade naar het goede. Leid mij van het duisternis naar het licht. Leid mij van de dood naar de onsterfelijkheid. Mogen vrede zijn met ons allen. Absabko, abise, tibaulika, hadik shubkamnai. Ma Lakshmi, super kripa kare. Mogen de zegeningen van Ma Lakshmi op ons blijven rusten. Namaskar. Goedenavond. Dank u wel, voorzitter, voor uw woorden. Dames en heren, mag ik nu aankondigen de vertegenwoordiger van de president van de Republiek Suriname, de minister van Defensie, mevrouw Krishna Mathura, voor een toespraak. Ja. Dankjewel, conferencier. Het ziet er prachtig uit. Collega ministers, leden van de Nationale Assemblée, members of the corps diplomatiek, de hele Surinaamse samenleving, maar ook de artiesten hier aanwezig, van harte goedenavond. Een prachtige viering van Diwali, waar we met elkaar laten zien hoe mooi, uniek en divers Suriname is. Wij laten de wereld zien dat verschillen in uiterlijk, in onze cultuur en de wijze hoe wij deze uitdragen, onze rijkdom is. Het verrijkt ons, het brengt ons dichter bij elkaar en maakt ons samen krachtiger en sterker. En dit is ook de kern van Diwali, waarom we hier zijn. Sterker, beter en krachtiger worden. De overwinning van licht op duisternis, de overwinning van kennis op onwetendheid en de overwinning van goedheid over het kwaad. En met het aansteken van dias, en we hebben net één aangestoken, een grote dia, maar ook andere lichten, proberen we op de donkerste nacht van het jaar kracht en hoop te putten. Dat wij in staat zijn verlichting te kunnen brengen in ons eigen leven, in onze omgeving, in onze huizen en in Suriname. En terwijl ik hier praat, praat ik natuurlijk namens de president van de Republiek Suriname, die hier niet aanwezig kan zijn, maar ik weet zeker dat zijn hart in Suriname is. En hij wil ook dat deze hoop en kracht geeft aan ons en dat onze energie en vertrouwen om het licht in ons hart, in ons lichaam te vergroten, om verder te gaan en nieuwe mijlpalen te bereiken, onze doelen te realiseren. Door elkaar te accepteren zoals we geschapen zijn. Door onze inspanning om elkaar te begrijpen en elkaar te ondersteunen. Versterken we de relaties, de verbondenheid en creëren we een harmonieuze samenleving. Eenheid, begrip en respect is essentieel voor groei en ontwikkeling van een natie. Dat is ook het doel dat de KUS nastreeft. Eenheid, saamhorigheid en dat dit leidt tot welzijn van elke burger, elke Surinamer. Dit is het thema van de viering van vandaag. Doelen waar de regering achter staat en aanmoedigt, omdat dit in het belang is van de samenleving. Dat we als Surinamers niet klaarstaan om op voorhand te oordelen, te veroordelen en te beoordelen, maar dat we minimaal verantwoordelijkheid nemen om te begrijpen, om te weten, om te onderzoeken. Dit is ook een van de kernboodschappen van Diwali. De overwinning van kennis
over onwetendheid. Dat we ons beijveren om kennis op te doen en verantwoorde keuzes te maken, welke ons als individu, ons als mens verheft. Onze daden en acties zijn een reflectie van ons kennis en van onze bewustzijn. Dames en heren, laten we ook het goede nastreven. We zijn niet perfect, maar we kunnen leren van onze fouten en ons beijveren om positief te blijven en een positieve bijdrage te leveren. Diwali moedigt ons aan om het licht in onszelf en ook in anderen te zien. Laten we dankbaarheid tonen en vieren dat we elke dag kracht krijgen om een bijdrage te leveren aan een beter Suriname en daardoor ook een betere wereld. En dat begint bij jezelf, in je huis, in je omgeving. Een mooie en goede traditie bij Diwali is dat we vasten om ons lichaam te reinigen, dat we ons huis en omgeving dagen van tevoren beginnen schoon te maken. Dat we het goede, het zuivere, het licht verwelkomen en het donkere, het kwade, het negatieve verdrijven uit ons hart, uit ons huis en ons leven, maar ook uit Suriname. En deze attitude zal ons weerbaar maken voor de vele uitdagingen van het leven die beslist op ons pad zullen komen. Het licht in uw hart, uw kennis en positiviteit zullen u in staat stellen om beter om te gaan met de uitdagingen. Dames en heren, de kern van Diwali heeft niet alleen betrekking op het persoonlijke, maar staat centraal in het proces van ontwikkeling van een sterke natie. Het pad van ontwikkeling vraagt energie, een positieve en verlichte visie, enthousiaste en positieve leiders en mensen die met kennis en liefde de diversiteit van ons land omarmen en het als kracht gebruiken om daadwerkelijk die eenheid, saamhorigheid en welzijn te brengen voor ons volk, zoals het thema van Kust dit jaar. Samen bouwen we dan een land dat straalt van kansen en mogelijkheden voor iedereen, voor elke Surinamer. Laten we met ons allen dit pad van ontwikkeling van ons land verlichten met het licht, de kennis en de goedheid van deze Diwali. En ik wil de Kust complimenteren voor het feit dat zij elk jaar weer in staat zijn dit te organiseren en een deel van onze cultuur uit te dragen, zodat de hele Surinaamse samenleving kennis ervan neemt en dat ze daadwerkelijk ook begrip hebben en die normen en waarden die in de tradities en in onze cultuur liggen, dat we dat ons eigen maken. Zoals sterke gezinnen, sterke relaties, respect voor ouderen, wat we hier hebben gezien. Maar ook geduld. Geduld en ook focus op het positieve. Op jezelf blijven ontwikkelen. Dat zijn zaken die heel belangrijk zijn in het leven. Ik wil daarom de Kus onder leiding van haar voorzitter, de heer Anil Menore, heel hartelijk dank zeggen. Ook alle bestuursleden heel hartelijk dank zeggen voor het werk dat u verricht voor de Surinaamse natie. U bent een inspiratie voor vele Surinamers. En ik hoop dat anderen ook die inspiratie voelen en inderdaad ook verantwoordelijkheid nemen om een deel van de diverse cultuur van Suriname uit te dragen, zodat wij met z'n allen sterker en krachtiger worden en dat we meer begrip hebben en meer respect hebben voor elkaar. Ik wil ook namens de president, de gehele Surinaamse samenleving, alle landgenoten, een Shubh Diwali toewensen. Mogen het licht uw pad en ons pad voor altijd verlichten. Dank u wel. Dank u wel, minister, voor de woorden. Dames en heren,
De president is vanavond niet aanwezig, maar er is wel een videoboodschap van hem te presenteren aan u. Mag ik uw aandacht voor de videoboodschap van de president van de Republiek Suriname, Zijne Excellentie Chandrika Prasad Santokhi. Lieve broeders en zusters, in het bijzonder onze Hindoe broeders en zusters, mag u allemaal groeten en jullie allemaal een Shubh Diwali toewensen. Diwali is een nationale feest. Dat wil zeggen, wij Surinamers vieren allemaal Diwali. Diwali is het feest van het licht. Het licht dat ons als land geleid heeft om uit de diepe crisis te komen. Maar het is ook het licht van nieuwe hoop. Een nieuwe toekomst. Dat wij als land moeten aangrijpen. Om te zorgen dat wij een betere bestemming opgaan. Zeker tegen de achtergrond van het nieuwe licht dat de Schepper ons gegeven heeft. Met de FID. Met de olie- en gasontwikkeling in Suriname. Dat er zeker voor Suriname het licht zal schijnen. Over ons land. Voor ons land. In de harten van alle Surinamers. Maar we beseffen ook dat Diwali een religieus feest is. Een spiritueel feest is. En daarom is op zijn plaats op deze Diwali dag. Onze schepper. Onze Lakshmi Ma. Te aanbidden. En te smeken. Voor betere tijden. Maar ook om in gebed te gaan voor onszelf. Voor onze naasten. Voor het land Suriname. En dat het licht van Diwali in ieders hart mag schijnen. En dat wij als Surinamers, als broeders en zusters, naast elkaar mogen leven. In eenheid. Maar ook samen als Surinamers bouwen aan een sterke natie. En als wij straks, broeders en zusters, het licht gaan aansteken. Het licht van de grote dia. Op het onafhankelijkheidsplein. Laat dat licht ook ons herinneren dat dit licht ons bindt. Dat dit licht ons allemaal bindt als Surinamers. En dat dit licht ons de kracht moet geven om eensgezind samen te werken in Lobis Ranang. En dat dit licht ons als natie zal begeleiden naar een betere toekomst. Mag jullie allemaal een gezegende Diwali toewensen. Een Shubh Diwali. En mogen de Schepper u bijstaan op deze dag. Op het podium met een warm applaus.
Heb je leuke opnames gemaakt? Je maakt nog niet nog meer opnames. Ja, je hebt een iPhone, hè? Ja. Dus je moet het net aan maken. Oh, that's your little step at your little.